De districtscommissaris van Para, Armand Jurel, heeft zich samen met veiligheids- en andere overheidsdiensten gebogen over het treffen van extra voorzieningen voor het verhogen van de veiligheid in verband met de komende vakantieperiode. Met het oog op de komende vakantiedrukte wordt alles in lijn gebracht voor de algemene veiligheid van het district, geeft de burgervader verder aan. Middels onderlinge samenwerking zal snel hulp worden aangeboden bij ongeregeldheden. DC Armand Jurel van Para. We spraken hem in het kader van de maatregelen die in verband met de verwachte vakantiedrukte in het district getroffen zullen worden. Bij verschillende recreatieoorden braken vorig jaar regelmatig vechtpartijen uit. Ik vind het toch wel belangrijk om dit even te belichten. Omdat er een enorme toeloop is tijdens de vakantie. En dat is dus vanaf de maand juli tot en met oktober zijn er enorm veel mensen die de recreatieorde van Para bezoeken. En als we praten over recreatieorde, dan begrijp je dat mensen hun vertier gaan zoeken. Ik wil dan vooral een beroep doen op de mensen dat als ze hun vertier gaan zoeken, dat ze dat op een verantwoorde manier moeten doen. En het begint vanaf van huis uitgaan richting de orde, dat ze heel voorzichtig moeten rijden en dat wanneer ze terugkomen ze vooral de bestuurders niet onder invloed moeten zijn van alcohol. Er vond ook ernstige verstoring plaats van de openbare orde en er was ook melding van misdrijven. Er wordt dit jaar een interventieeenheid ingesteld die in de nabije omgeving van de orde zal postvatten om op afroep sneller ter plekke te zijn. Deze eenheid heeft de opdracht om hard op te treden tegen ernstige ordeverstoorders, maar wel binnen de beperkingen van wet en regelgeving. Ja, het is zo dus dat wij samen met de politie, de brandweer, BOG, RGD, Polykliniek, maar ook met traumadeskundigen, hebben we dus een meeting gehad. Ook samen met de ondernemers. En we hebben van gedachten gewisseld over de veiligheid. We hebben van gedachten gewisseld waarop zal er gelet worden. We hebben telefoonnummers aan elkaar doorgegeven. De ondernemers zijn in een appgroep met, burgerinformatiecentrum. Elke vraag, elke onduidelijkheid dat er is, kunnen ze gewoon appen naar dat nummer, ik ken het nu niet uit het hoofd, maar zij weten het wel, om aan te geven van ze, hey, er is iets dat we niet begrijpen. Of als er gevaar dreigt, dat ze het onmiddellijk doorgeven aan BIC en wij schakelen onmiddellijk de politie in. Op de orden worden ook grote aanplakkingen met contactnummers van de veiligheidsdiensten in Para aangebracht. Op deze nummers kunnen bezoekers bellen om een klacht door te geven of om hulp in te roepen.